Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Arno Akman, eigenaar en hoofdredacteur van Nieuwsfiets.nu. Een actuele website die alles wat in de fietsbranche rondgaat, daarover berichten wij dagelijks en wel meerdere keren per dag eigenlijk. Ja, we hebben het idee opgevat om het Nieuwsfiets B2B Festival te gaan organiseren in de Brabanthallen in Den Bosch. Volgend jaar op 12 en 13 februari. Hier staat het bord, dat spreekt voor zich. En wat ik daarmee voor ogen heb, is dat het een collectieve aftrap wordt voor de hele branche samen. Zoveel mogelijk om kort voor de start van het nieuwe fietsseizoen iedereen bij elkaar te hebben. Een mooi contactmoment met dealers en gezamenlijk af te trappen naar het nieuwe seizoen. We hebben natuurlijk ook nog een beetje rekening gehouden met de carnaval. We hebben rekening gehouden met Vele Verlies, die in januari is. Dus daar zijn we tussenin gaan zitten. Maar dat is van oudsher, is dat in het verleden had je natuurlijk de fietsvak. Hè. Die wil ik een klein beetje terughalen, de oude fietsvak van vroeger, in een nieuwe verfrissende opzet. En vandaar die datum. Als moderne fietsretailer dan vind je daar natuurlijk diverse fietsmerken, onderdelen en accessoire leveranciers, dienstverleners, verzekeringen, kassasystemen, noem maar op. Maar we hebben ook de Nieuwsfiets B2B praktijkdag die we voor de eerste keer organiseren. Dat zal een podium zijn waarop de hele dag door interessante presentaties gegeven gaan worden. We laten die presenteren door professionele presentatrices. We hebben op zondag Anouk Smulders en op maandag Kim Kutter. Zij zullen het hele programma aan elkaar praten, de sprekers aan- en afkondigen, de vragenrondes in goede banen leiden, zodat het een mooie professionele praktijkdag gaat worden. Nou ja, ieder contactmoment met de dealer is natuurlijk goed. Hè? We praten altijd over het onderhoud van fietsen, dat moet je op tijd doen. Nou, ik denk dat je je onderhoud met je relatie met je dealers ook moet doen. Je kunt natuurlijk in 2 dagen veel meer ondernemers spreken dan je ooit kan bezoeken als accountmanager. En het is altijd goed om elkaar bij te praten. Natuurlijk is het mooi als je nieuwe producten te presenteren hebt en die wil laten zien. Maar zelfs al zou je tussen de orderseizoenen in zitten van het vorig jaar en het volgende jaar, dan nog is het denk ik heel zinvol om op zo'n beurs te staan en daar je relaties weer eventjes te spreken, want het is altijd goed om een extra loket te hebben naar de vakhandel. En ik zeg het en dan zou het klinken alsof ik de beurs aan het verkopen ben, wat natuurlijk ook wel een beetje zo is, maar ik hoor dit ook gewoon terug van exposanten, want dat is voor hun vaak ook een reden om juist hierop in te tekenen. De fietsbranche is een ongewone informele branche. Dat maakt het ook zo leuk om erin werkzaam te zijn. En daar past het festivalsfeertje past al 100% in. Gewoon lekker ongedwongen. We gaan de ondernemers heel gastvrij ontvangen. Hè. Die hoeven niet te betalen voor entree, die hoeven niet te betalen voor het parkeren. We kunnen de jas ophangen. We zorgen dat als er iets te drinken is, dat kunnen ze halen. Als ze iets te eten willen hebben, dan staat dat dan. We doen het wel echt zo gastvrij als zij het maar verzinnen kan. Nou ja, we gaan er gewoon gezellige sfeer van maken en waar het, zeg maar, het nuttige met het aangename te combineren gaat worden. Het unieke van het Nieuwsfiets B2B Festival is vooral het momentum. Hè. Het voorjaar, kort, wat ik al zei, kort voor de aftrap van het fietsseizoen, er zijn niet zo heel veel vakevenementen voor dealers. Het najaar zijn er natuurlijk wel meer beurzen, maar dat zijn vaak toch vooral consumentgerichte beurzen. Dus juist dat ontmoetingsmoment voordat het seizoen gaat beginnen. Nou ja, en dat in combinatie met de B2B praktijkdag, met die interessante lezingen. Daarnaast weet ik dat er exposanten bezig zijn om ook nog extra activiteiten te organiseren. Waarmee ze hun dealers willen gaan uitnodigen op de beurs. Dus dat zal ook nog meer traffic gaan genereren. Nou, alles bij elkaar probeer je zo collectief iets leuks neer te zetten.